Hartelijk welkom bij weer een video over lezen graveren. Let niet op het geluid op de achtergrond, dat is het zoomen en geluid van de 3D printer. Weer terug van vakantie en dus ook weer tijd om video's te gaan maken. Tenminste, niet zo heel veel tijd op het moment, maar ik heb een aantal video's in de aanslag staan. Zaken als het laseren van leer. Zaken als het maken van houten tandenborstels, die laseren. Maar deze video gaat over iets heel anders. Wij allemaal, wij hobbylezeraars, zeker de mensen met een diodelezer, hebben allemaal eigenlijk wel het probleem van dat we met luchtafzuiging zitten. Het heeft met een diodelaser, die vaak een prijs heeft, zo ergens tussen de 300 en 1000 euro zo'n beetje, niet zo heel erg veel zin om een industriële afzuiging aan te schaffen die ook zo rond de 1000 euro ligt. Om er vervolgens achter te komen dat het misschien voor jou toch niet 100% werkt en eigenlijk relatief gezien veel te duur is. Ik heb dat opgelost en ik zal de video daarvan boven in beeld plaatsen. Destijds met een afzuiging voor een soldeerstation. Dat werkt aardig, dat wil ik niet zeggen, maar naarmate ik soms toch wel redelijk zware projecten moet laseren, hè, zoals op dit moment ben ik bezig met een aantal sportprijzen waarbij temperaverf in het spel komt en dat geeft een enorme lucht en rotzooi. Nou, die rotzooi kan ik niet voorkomen daarmee, maar de lucht wel. En dus heb ik besloten om daar iets voor aan te schaffen. Er zijn heel veel video's al van online en ook allerlei video's over de kwaliteit daarvan, maar bijna allemaal Engelstalig en niet Nederlandstalig, vandaar dat mijn video daar vandaag op inspeelt. Ik heb het apparaat gekocht, er is werkelijk nog steeds nooit een bedrijf geweest wat tegen mij gezegd heeft van zou je dit voor mij willen testen? Althans, ik bedoel in de zin van apparatuur. Daar lig ik ook niet wakker van, wil ik ook helemaal niet, want ik wil onafhankelijk blijven. Ik zou niet zeggen dat ik er nee tegen zou zeggen, want als je het apparaat maar gauw is, is het natuurlijk wel interessant natuurlijk. Daar wil ik niet overoordelen. Maar ik heb dus het apparaat gekocht en dat betekent eigenlijk simpelweg dat ik puur onafhankelijk ben. Maar alle reviews die ik daarvan gelezen heb en alle video's die ik erover gezien heb, is het een prima apparaat. Ik ga hem laten zien. Hij is binnen. Dit is de box. En zoals je misschien kunt zien, hij komt van Comgrow. En het betreft, ik weet het is een spiegelbeeld, dat komt omdat ik andersom film, maar het is van Comgrow, dat moet je me geloven. Het is een smoke purifier. Hij zit nog ingepakt. Hij is totaal van metaal. Hij wordt geleverd met slangen en dergelijke, waarmee die ook kan worden aangesloten op die Comgrow enclosure die ik heb. En op die manier heb je eigenlijk een compleet systeem wat aangesloten is en wat je lucht gaat afzuigen. Kijk, 100% ga je dit nooit krijgen. Er zit één nadeel aan dit apparaat. Dat kan ik nu al zeggen, dat weet ik nu al. Comgrow schrijft op zijn website dat je eigenlijk elke maand het filter moet vernieuwen. Zij verkopen officieel dan ook extra filters. Nou, ik heb ze nog nooit op voorraad gezien. Nog nooit. En ik heb toch al best wel een aantal keren gekeken. Maar van de andere kant denk ik, ik ben ook niet iemand die mijn laser dagelijks hebt draaien. En ook niet 100% per dag. De hele dag door. Dus we moeten het ermee doen. Bovendien bestaat dat filter uit 3 delen, zullen we zien. En zeker het deel zeg maar, waar het om partikelopvang gaat, daarvan heb ik wel gezien bij AliExpress dat je daar de delen wel voor kunt krijgen. Dus je kunt zeg maar 1 van de 3 delen kun je krijgen, maar niet de complete filterbox. Dat gaan we unboxen, we gaan dat installeren en we gaan zien hoe dat straks werkt. Veel plezier bij de video. Zo, dan gaan we met dat unboxen beginnen. We zien nu dat de tekst overigens in het net geschreven is. En dat komt omdat ik de camera van de telefoon nu andersom gebruik. We gaan hem openmaken. Hij is nog niet open geweest, dus hij is zo binnen. Je ziet al een afbeelding ervan hierop staan. Smoke purifier. Specificaties op de zijkant van de doos. Er zijn eigenlijk weinig specificaties. Het is meer van
het adres voor Europa en voor de UK. Europa bedoelen ze natuurlijk de Europese Unie in dit geval mee. Andere zijde, dat is mijn adres. Ja, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders wat erop staat. Handle with care, nou dat lijkt me verstandig. Dan gaan we hem openmaken. En dat doen we door simpelweg even een mesje te gebruiken. Zo, andere zijde. Beetje voorzichtig zijn, want je weet nooit wat er direct onder de deksel zit. Hij is open. We gaan dus kijken wat er in die doos allemaal in zit. Zo. Het begint met een afdekplaat. Nou, daar hebben we niet zo heel veel aan. En dan krijgen we direct het eerste onderdeel. Dat is een flexibele slang. Stevig ook. Stevige slang. Het is niet echt iets wat je even zo losgooit. Oké. Hoe die aangesloten moet worden, kom ik natuurlijk nog op terug, want ook dat kan ik niet 100% zeggen. Wel even oppassen, dat aan de binnenzijde zie je dat de schroefjes net iets te lang zijn, die ze hierin gedraaid hebben. En dan zou je dus akelig kunnen snijden. Ja, dus oppassen geblazen. Die ga ik aan de kant leggen. Krijgen we de instruction manual van deze smoke absorber. Nou, zoveel zal dat niet zijn. Maar goed, wie weet. Die er ook uit. Krijgen we een extra filtertje. En deze dingen, die kan ik dus bij Ali bestellen. Ja? Het gebruik daarvan komen we zo tegen. Dan krijgen we een adaptertje. Hij kan namelijk met verschillende buisdiktes werken. En er zitten er zo meteen als goed is ook twee bij. En hij zal ongetwijfeld rechtstreeks passen op hun eigen enclosure die ze gemaakt hebben. Dan krijgen we een gigantisch stuk materiaal wat eruit moet. Deze hier gaat eruit. En dan ga ik hem even op zijn kant zetten. Zo, dan zien we hier wat we nog meer hebben. Om te beginnen. Slangklemmen. Ik zie er drie. Volgens mij zouden er vier moeten zijn, maar het maakt ook niet uit. Drie is ook voldoende voor mij. Oh ja, ik zie er nog één zitten daarboven. Drie stuks hier. Samen met een schroevendraaiertje. Ik weet nog niet waar we die voor nodig hebben, gaan we zien. Dan krijgen we het netsnoer. Keurig Europees netsnoer. Het zit er wel een beetje ingefrommeld, maar wat kan het schelen? Maakt niet uit. Krijgen we... goed eruit halen, want anders dan help ik hem gelijk naar zijn... Ik denk dat dit al een gebruikte was, als ik heel eerlijk ben. Want... kijk, hier hebben we nog een adaptertje. En die zit er al opgeschroefd. En de slang zit niet meer in het cellofaan. Dat is verbazingwekkend, want dat geeft eigenlijk een beetje alsof het al een gebruikte is. Nou goed, ik zeg er gelijk bij... En dit ding kost normaal gesproken zo rond de 150 euro. De dollarkoers is relatief laag en hij is in de aanbieding. En ik heb hem dus gekocht voor 106, meen ik. En hier zie je dus dat hij, want hier zit het cellofaan wel omheen aan deze kant. Hij is dus volgens mij gebruikt. Maar oké, goed. Ik wil daar niet te veel over zeuren. Als het werkt, werkt het. Dat in een dichte doos. Eigenlijk niet heel erg netjes. Dan krijgen we een grotere maatslang. Die zit nog wel keurig in het cellofaan. Helemaal. Dan krijgen we... het netdeel, denk ik. Dat is de adapter. Dus waar de stroomkabel in gaat. Nou, dat kunnen we ook al zien. En zoals je bij een laptop hebt. AC-adapter. Ik laat hem even in zijn doosje zitten. En last but not least, en die zal redelijk zwaar zijn, de purifier zelf.
met een draaiknop om hem aan, uit en dergelijke te zetten. Min en plus te draaien. Oké. Digitaal. Hier bovenin dat filter wat vervangbaar is. Dat is degene die ik extra had. Die zie je hier zitten. En hij kan natuurlijk open. Dat gaan we ook even doen. Even hier neerzetten. Ik weet niet of je dat dan... Want hier aan de zijkant zitten bajonetsluitingen. Zie je dat? Die ga ik even gebruiken. Zo. En dan hebben we hier die filterbox. Met een koolfilter. Een particlefilter. En hieronder nog, ja, ik weet niet wat dat voor filter is, maar nog een filter. En deze boxen die verkopen ze dus in feite, zouden ze moeten verkopen op hun website. Maar ja, helaas, je zult ze moeten zoeken. Je kunt ze niet vinden daar. Ja, je kunt ze wel vinden, maar niet de voorraad. En dit is dan het hele gebeuren. Ingeplugd wordt hij natuurlijk hier. Dit is aan- en uitknop. En dan hebben we een afzuiging. En dat gaan we aansluiten op onze Comgro-omkasting. En dan gaan we dat testen. En dat ga ik je zo meteen laten zien. Hier zijn we bij de behuizing van de Comgro. En ik ga je laten zien waar die dus op gaat moeten komen. Hij gaat hier in plaats van deze aluminium slang komen. Deze aluminium slang loopt naar de afzuiging van de soldeer die ik heb. En hierop moet dus de purifier worden aangesloten. Nou, je kan je herinneren dat ik deze slang liet zien die erbij zit. Die moet dus hier bovenin. Die slang die is flexibel. Ik heb maar één hand, dat is even wat lastig. Die is flexibel, die kan geplaatst worden en die blijft ook keurig in de houding. Dat is best wel prettig, want zo kan je hem zijn beste loop laten hebben. Vervolgens moet het daar dan op, dan moet ik even naar achteren grijpen. Ja, een verlenging, oftewel de dikke aluminiumpijp of de dunne die daarop moet komen. En ik denk dat het de dikke zal worden, want op de aansluiting zit nu ook een dikke pijp. Ik moet heel even kijken hoe ik dat ga realiseren, dus ik ben zo bij je terug. Zo, ik heb de laag die er niet op thuis hoorde verwijderd. Dat is hier die bovenlaag waar mijn vinger op zit nu. Zo ver mogelijk verwijderd. En nogmaals, hij was absoluut gebruikt. Dit echter past dan vervolgens sowieso hierin. En daarbovenop gaat dan de witte adapter. Die staat er wel los op, maar die zou ik met wat tape wel vast kunnen zetten als ik dat wil. Maar het is waarschijnlijk niet nodig. En hierop wordt de slang aangebracht en dat ga ik nu doen met een van die schroefklemmen. Een paar dingen in het proces. Zo komt hij dus te zitten. De pijp die erbij zit, de aluminiumpijp, heeft een, even goed proberen te laten zien, een blauwe lining. Maar dat is geen lining, dat is een sticker. En dat is gunstig, daarmee kan je hem plakken. Dat is goed. En daaroverheen komt dan zo'n schroefklem. Ja? Ander dingetje. Deze slang, kan je hem herinneren dat ik hem liet zien? En ik zei van, dan kun je hem goed geleiden, want je kan hem zo goed draaien enzovoort. Nou, wij gaan hem niet gebruiken. Waar die voor is, hij is voor dat als je hem als soldeerafzuiging gebruikt, dat je precies de mond van die slang boven datgene kunt zetten wat je wilt afzuigen. Daar is die voor. Dus hij wordt niet gebruikt bij ons bij de laser. Ik ga de aluminiumslang aanbrengen op deze witte buis. En dan moeten we bijna klaar zijn om hem aan te sluiten. Ik dacht dat die blauwe rand dat een sticker was, maar dat is niet zo. Hij hoort erin te zitten en is eigenlijk om dat aluminium te verstevigen. Hij zit erop nu. Op deze manier gaat hij hier dus bovenop komen te staan. Als ik wil, kan ik dit nog vasttapen met bijvoorbeeld duct tape. Dat zou ik kunnen doen, dat weet ik niet. Dan moet ik even kijken of ik dat ga doen. Misschien wel. De andere kant van de pijp gaat uiteindelijk terechtkomen aan de zijkant van de behuizing. En dat ga ik off camera doen en ik ga je straks het resultaat laten zien. Inmiddels zit hij aan de zijkant van de ombouw gemonteerd. Oude slang ligt er nog onder, dus ik ga even de oude soldeerstation weghalen en de nieuwe er neerzetten. Dit is de oude afzuiger. Dat is eigenlijk een soldeerafzuigstation. Dat heeft dienst gedaan bij mij als afzuiging voor mijn laser. En het is echt ongelooflijk hoeveel stof daaruit kwam. Ik heb hem met de compressor schoongemaakt, zojuist is niet normaal. Dus hij heeft echt goed gewerkt. Dus alleen hij is erg vies geworden en hij trekt het eigenlijk niet helemaal. Hij is er ook niet helemaal voor gemaakt. Ik heb nog een aantal kool
filters erbij. En misschien dat ik die zelfs wel kan gebruiken voor de nieuwe. Mochten er mensen zijn die deze zouden willen overnemen, dat mag. Die kunnen met mij contact opnemen. Je krijgt er twee koolfilters bij. Ik heb er een nieuwe ingedaan, dan heb je er drie. En dan, dan kun je hem gaan gebruiken. Maar zo ziet de oude eruit. Ik ga nu de nieuwe plaatsen. Zo, de Comgo is geïnstalleerd. Ik heb met een klein beetje tape deze twee buisjes met elkaar verbonden. Maar dat is niet zeggend. Het was niet per se nodig geweest. Ik ga hem aanzetten. We zien dat de verlichting aangaat. En ik kan hem nu... omhoog en omlaag draaien. Zover als ik dat wil. En ja, 100%. Hè? En dat moet dan de afzuiging gaan regelen. We gaan het testen. Ik heb toevallig iets op de laser liggen wat gedaan moet worden. En ik zal je aan het eind berichten hoe het uiteindelijk afgelopen is. Inmiddels staat de Comgro en de laser al een goed half uur te werken. En datgene wat ik aan het laser ben, dat is de 10e versie daarvan. Dus ik heb er al 9 eerder gemaakt. En in al die gevallen moest ik hier die schuifdeur van die serre die wij hebben dichtmaken. Om die luchtjes weg te houden. Nou, ik heb nu de serre deur gewoon openstaan. Geen luchtjes. Die purifier van Comgro, die werkt werkelijk als een speer. Het is alleen jammer dat ze dus die reservefilters niet hebben. En tot deze duidelijk een gebruikt verhaal was. Althans, in elk geval dat buissysteem met die adapter dat was gebruikt. Voor de mensen die dat opgevallen is, er is ook een update geweest in Lightburn. Dat was een kleine update. Ik ga er geen video over maken. Er zaten eigenlijk nauwelijks nieuwe dingen in. Eigenlijk niets wat voor ons als diodelaser gebruiken interessant is. Het waren vooral bugfixes. Dus dat je daar dit keer geen video van mij over ziet, geen zorg. Het heeft alles te maken met het feit dat het eigenlijk niks bijzonders in huis heeft. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Wie weet, Comgro Air Purifier. Ergens tussen de 100 en de 150 euro ga je betalen. Ik had gezegd 106, volgens mij was het nog een 10 euro duurder. Goed, ergens in die omgeving. Maar het is zeker de moeite waard. Tot de volgende keer. Dag.